Hoi, ik ben Lize en dit hier is mijn bank. Hier breng ik dit jaar belachelijk veel tijd op door. Maar alleen is ook zo saai, dus ik heb even uitgenodigd om samen met mij op de bank te zitten. In 8 afleveringen kletsen we Heb jij veel last van kattenhaar overal? Ik kan er best wel prima zelf mee leven. Dat opeten van die kattenharen, daar zit ik een beetje mee. En geven we antwoord op jullie vragen. Want ja, wat moeten we anders? De vorige keer bespraken we de zuiverende, helende werking van je afschrijven. Nou, en deze keer gaan we het hebben over jeugdtrauma en het effect daarvan op je volwassen leven. Oh, dat vind ik een hele grappige vraag. Oh? Hij was volgens mij eerst anders. Je mag allemaal maken wat je wil. We zijn lekker wat los. Ik dacht, want hier staat er, voel je veel verwachtingen vanuit je ouders. Maar volgens mij was die eerst andersom. Wat dan? Verwacht je veel van je ouders? Ja. Hoe ga je om met je verwachtingen naar je ouders toe? Of zoiets staat me bij. Oh. Dat vond ik toen heel opmerkelijk. Wat voor antwoord zou jij geven op die vraag? Nou, ik vond het opmerkelijk omdat ik helemaal niet zo denk. Over dat je iets van je ouders verwacht? Ja. Oké, nee, ik heb wel dat ik wat van mijn ouders verwacht. Daarom? Mijn moeder, ja. Ja, daarom vond ik het zo. En dat heb ik losgelaten, want dat werkte niet. Om iets van haar te verwachten. Maar waar dacht jij dan aan dat ik bedoelde? Nee, ik dacht daaraan, maar dat is een beetje omdat ik jouw verhaal ken. Maar dus ik zit nooit met onbeantwoorde verwachtingen van mijn ouders. Natuurlijk heb ik wel eens bonje met mijn ouders, maar ik bedoel, ik heb niet grote dingen die ik van ze verwacht waar ze niet aan voldoen. Daarom vond ik het is altijd de andere kant op. Ja. Mijn ouders verwachten dit en dat van mij, hoe moet ik daarmee omgaan? Echt? En wat verwachten ze dan van jou? Of verwachten met twee T's? Nou, ik denk dat ze wel verwachten dat ik wel mijn best doe voor heel veel dingen. Want is dat iets wat ze... Want ik heb vaak het idee dat wat ouders kunnen doen is dat ze zeg maar wat ze zelf hebben gemist in hun leven. Of een soort van, mijn moeder die had bijvoorbeeld, die kon niet echt een opleiding doen vroeger. Dus dan verwachten ze van ons dat wij wel een opleiding zouden doen. Want wij kunnen godverdomme hebben die kans. Dus die gaan we niet laten vallen. En los van dat het natuurlijk prima is om een opleiding te doen, definieert dat niet succes of geluk. Nee. Maar als je het gevoel hebt dat je dat tekort bent gekomen, dan ga je er heel veel waarde aan hechten. Ja. En dan hecht je er enorm aan dat je eigen kind het dan wel heeft en zo. Ja, dat kan ik ook wel begrijpen. Dus jouw ouders verwachten dat jij het goed deed. Wat betekent dat dan? Goed? Nou ja, ik denk niet dat ik de kantjes ervan af mocht lopen. Maar goed, het is niet dat het ooit zo... Ik bedoel, natuurlijk werd ook expliciet gezegd van ik verwacht van jou dat je je best doet. En dat je niet de verkorte weg neemt en niet denkt, nou, het is wel goed zo. Ja, dit is toch walgelijk eigenlijk, hè? Maakt niet uit hoeveel we van ze houden. Het is gewoon gedoe. Maar het zit bij mijn ouders veel meer impliciet in de zin van dat ik vind dat zij ontzettend veel zelf gedaan hebben om mij en mijn broer zo'n goed leven te geven. Dan het minste wat ik kan doen is mijn best doen om dat waar te maken, als het ware. Dat het niet voor niks is geweest dat ze zoveel hebben gedaan. Dat gevoel. En heb je daar wat aan? Ja, dat heeft me ook wel, denk ik, dat is ook wel een reden om een soort motivator. Ja, precies. Want ik merk dat ik bijvoorbeeld inderdaad heel erg nog altijd het gevoel heb dat ik een soort van op mijn kop krijg als ik niet mijn best doe of zo, zoiets. En dat is ook een motivator, maar niet per se altijd de meest gezonde motivator. Want kun je jezelf vergeven als iets niet lukt? Moeilijk. Gun je jouw kind de opvoeding die jij hebt gehad? Zeg maar, er is niks eraan wat je denkt, nou, dat... Want dat heb ik dan niet. En ik denk, als je die aan jezelf stelt, dat is altijd een interessante vraag. Want dan kom je altijd achter heel veel, volgens mij, binnen jezelf. Maar even om terug te komen op die gekke vraag die ik dus had opgesteld, was, ik denk dat ik soms verwachtingen heb... Mijn moeder is gewoon niet zo flexibel en zo... Dus ze zal niet, en ook niet zo sterk, dus ze zal niet komen helpen met verhuizen of lekker komen klussen. Of als ze bij me komt, lekker, weet je wat, ik ga even lekker voor je koken. Dus dat zijn verwachtingen die ik heb moeten loslaten bij mijn moeder. Dus daar ging het denk ik over. Ja, dat je het soort traditioneel beeld van wat een ouder voor je doet, dat heb jij moeten leren loslaten. Ja, precies. En dat werkt geweldig. Want als je dat niet meer verwacht, dan kun je gewoon een gezellige relatie hebben. Ja, dan ben je niet altijd teleurgesteld als het er niet is. Ja, zeker. Ja. Maar ik had je wel gegund dat je er überhaupt niet over hoeft na te denken. Nee, dat is zo. Maar ik ben wel voor mezelf ben ik een hele betrouwbare moeder, zeg maar. Ja, dus dat geworden. Ja, dus dat is dan... Dus ik heb het nu wel. En ik doe het zelf. En soms wil mijn vriend ook nog wel eens voor me zorgen, joh. En dat kan je ook goed aanvaarden. Nou, het was wel even moeilijk, maar nu vind ik het wel heel prettig. Heel zorgzaam type is het.
Kijk, aan de ene kant, je wordt alleen geboren en je gaat alleen dood. Dus hoe meer jij op jezelf kan rekenen, uiteindelijk dat is het allerbelangrijkste in het leven. Want ook ouders verdwijnen en alles. Alles kan wegvallen. Ja, en dan moet je altijd bij jezelf. Maar tegelijkertijd, als je me vraagt, gun je pas dezelfde opvoeding die jij zelf hebt gehad? Ja, 100%. En er zit ook heel veel rust in dat je een ouder hebt gehad die jou dat allemaal wel heeft gegeven. Want dat betekent dat ik heel veel tijd en ruimte had om na te denken over andere dingen en leuke dingen. En die basiszekerheid die zij me hebben gegeven, ja, daar hoefde ik niet aan te werken zelf. Dat kreeg ik dan impliciet mee. Ja. Dus die zit ook in mij. Dus ik heb daar heel veel geluk mee gehad. Ik snap dat we een heel mooi gesprek hebben, maar dat je even kijkt naar de voetjes van Dirk. Achterwaarts. Dat ik een klap van de molen heb gehad, nou, dat weten we nou wel. Maar hoe zit het eigenlijk met Eva? Heeft Eva een specifiek trauma? Nou, ik heb niks meegemaakt van de orde van grootte van wat jij hebt meegemaakt. Dat je vader dus op vroege leeftijd weggevallen is, dat je moeder ziek is geworden. Het ene, ik wil dat in alle bescheidenheid zeggen dan, dat toen ik op mijn 11e van Amerika naar Nederland verhuisde, tegen mijn zin in, want ik was een beetje bewust van wie ik was. En ik dacht, ik spreek geen Nederlands, moet ik in één keer naar een Nederlands taal, moet ik gewoon helemaal al mijn vrienden achterlaten. Ja. Dat vond ik toen wel traumatisch. Ja. En nu natuurlijk, 30 jaar later kan ik daarop terugkijken en zeggen dat dat een vormend is geweest en onwijs goed voor mij ook. En het is ergens ook een hele grote motivator geweest voor wat ik doe. Want ik herinner me expliciet dat ik in mijn ouders zocht in een school waar geen expatkinderen waren, waar niemand Engels sprak. Daar ging ik dan op midden in het schooljaar en ik kwam in groep 8 toen de CITO-toets gemaakt moest worden. Uh-huh. Maar ik kon niet lezen of schrijven. Dus toen moest ik vooraan in de klas zitten en ze gingen dicté maken. Mijn eerste dag, ik weet het nog heel goed. Ik moest vooraan zitten en ik moest dan fonetisch meeschrijven met dicté. Nou, ik bedoel, dat kon helemaal niet. Dus ik zat alleen maar van die dikke, vette tranen zo te huilen voor in de klas. Iedereen zat naar mij te kijken. Het was een horrorshow, vond ik toen. En ergens, en waarschijnlijk nu achteraf bezien, maak ik dat veel explicieter dan het was. Maar ik voelde een drang om mij dit nooit meer te laten overkomen. Nooit meer kom ik in een situatie dat ik niet kan praten, dat ik me niet kan uitdrukken, dat ik geen grappen meer kan maken. Ik had onwijs veel vrienden. Ik ben iemand die grappen maakt om vrienden te maken, weet je wel. Om dichter bij mensen te komen. En al mijn instrumenten om mensen te zijn waren me ontnomen. En ik dacht, dit mag nooit meer gebeuren. En dat was een enorme drive om goed Nederlands te leren spreken. En dat eindigt dan met een soort van, ja, dat ik het journaal ging lezen. Toen dacht ik, eerst kon ik niet praten en nu zit ik lekker het journaal te lezen. Ik had heel veel drive daardoor om het in te halen. Dus het is een trauma die hele milde babytraumaatje die omgezet is in iets positiefs voor mij. En ook wat ik denk goed is om wel eens het gevoel te hebben dat je de outsider bent, de ander. Als je je hele leven opgroeit in dezelfde plaats waar iedereen je kent en je hebt je vrienden en je familie en zo. Ik bedoel, zonder vrienden, zonder familie voelen hoe het is als mensen naar jou kijken en over jou praten, kan denk ik alleen maar goed zijn om dat wel eens te voelen. Hoe ik het een beetje zie, is dat vaak dat soort ervaringen als een soort zwembadrand fungeren waar je tegen af kan zetten om het volgende rondje te gaan zwemmen, zeg maar. Wat ik bedoel te zeggen is dat trauma ook een mooie kant kan hebben. Misschien heeft het je geholpen je passie te vinden, of misschien heeft het je wel ondernemender of dankbaarder gemaakt. Ja, vaak zijn dat soort ervaringen wel vormend op een bepaalde manier. En nu wil ik er ook wel weer bij zeggen dat het natuurlijk niet per se je doel hoeft te zijn dat je het nieuwslezer... Nee, helemaal niet. Een superhoog doel is dat natuurlijk. Het was ook toen niet dat ik expliciet voor ogen had van dat ga ik doen. Maar ik voelde wel aan mezelf, ten alle tijde in deze weerloze positie waarin ik me niet kan uitdrukken, daar wil ik niet meer in zitten. Nee. En het is ook heel moeilijk als je in zo'n positie zit om te bedenken, oké, maar dit gaat uitmonden in iets goeds. Je hebt geen uitzicht natuurlijk. Nee. Als de vraag is van hoe moet je omgaan met trauma's, ik heb niet een groot trauma om te verwerken, maar ieder mens heeft in meer of mindere mate een trauma. Je kan dat wegstoppen en er niet mee bezig zijn, of je kan wat mij betreft, zoals jij het doet, soort full force in de ogen kijken, het beest in de bek kijken en denken van oké, blijkbaar zit er iets, hoe ga ik ermee om? Ik ga erover lezen, ik ga in therapie, ik ga er een documentaire over maken, ik maak het bespreekbaar voor mijzelf, maar ook voor anderen. Ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat dat de beste weg is. Dat voel ik gewoon, dat is de weg. Dat denk ik ook. Ja. En voor iedereen die dat misschien nog niet zo ver is of wat dan ook, als ze het jou zien zeggen, dan denk je, dat zo kan het dus ook. Dit is een mogelijkheid voor mij. Je laat een soort pad door het bos zien. Dit zou je kunnen doen. Ja. En hoe meer kans je hebt zeg maar, om dat te verspreiden, des te beter, denk ik. Ja, ik zeg het ook expres hardop nu, omdat ik denk, misschien hebben mensen er wat aan. Ja, precies.
het feit hoe makkelijk jij ook zegt van dat heb ik in therapie geleerd of zo. Kijk, in Amerika heeft iedereen een therapist. Daar ben je een ongelooflijke loser als je het niet hebt. Dan ben je een soort paria. Maar hier heb ik toch het gevoel dat het niet... Ja, zwakte. Iets, ja, ja, het is niet iets wat je snel even bij een borrel met nieuwe buren zegt van nou, ik ga zo lekker naar therapie. Dat doe je toch niet? Je houdt het toch iets meer verborgen. Ja, dat is... Vroeger, dan werd wel eens in mijn familie gezegd, ja, ieder huisje heeft een kruisje. Toen dacht ik, dat is zo'n rare... Voor mij impliceert dat heel erg dat je dat ook verborgen houdt of zo. Van, ja, dat is wel zo, maar dan gaan we het niet over hebben. Ja. Ja. Terwijl ik juist denk, als we het er allemaal over hebben, dan kun je... Want ik bedoel, je bent gewoon een product van je jeugd. Of je nou wil of niet, dat is gewoon zo. En of je nou een trauma hebt omdat je een zusje hebt gekregen en ineens alle aandacht naar je zusje ging. Of je bent van land veranderd op een cruciale soort van ontwikkelende leeftijd. Of je hebt je vader verloren. Alles heeft impact. Alles is even serieus te nemen. Alles is onderdeel van wie je bent. Ben je klaar voor een kijkersvraag? Altijd. Born ready. Ik ga één van de drie kiezen. Jij moet stop zeggen. Stop. Levensmotto. Jezus. Het werd gevraagd door Angelique 1922. Nee, dit verzin ik. Iets andere? Ik heb nou ook niet echt een levensmotto, behalve gewoon eerlijk zijn. Ja, ik snap wat je... Ik vind het, weet je wat het is met een motto? Het wordt zo gauw een cliché, zo eendimensionaal. Terwijl er zit dan een hele reden achter waarom je dat denkt. Knippen dit eruit. Weet je, just kill it. Ja. Make it go away. Ja, het is niet eens een darling, maar we killen het. Nee, het is gewoon echt... Ja. Murdered. Ja. De volgende keer... Oh nee, wacht, er is helemaal geen volgende keer, want dit was de laatste aflevering. Mocht je de andere afleveringen nog terug willen zien, dan kan dat op Eva's Instagram onder haar IGTV's of op evahinek.nl, wat trouwens een fantastische website is met mooie verhalen en prettige interviews. Je hoeft Eva niet te missen, want ze is vanaf nu elke werkdag om 10 uur te zien op RTL 4. Mocht je ons in de zomer nou weer op een bank willen zien zitten, laat ons dan vooral even weten waar je wil dat we het over hebben in die comments. En vet leuk dat je keek. Tot ziens!